Hoi, ik ben Tom Lassing, Beursbox.nl. In Amerika is er nu een heel belangrijke rechtszaak tegen Trump bezig. En die rechtszaak, ja, die gaat dan beginnen, maar er zijn al wat schoten vooraf geweest in feite tussen de verdediging en de aanklager. Het gaat om de waarde van het vastgoed van Trump. En onder andere Mar-a-Lago in Florida. En de rechter in New York heeft nu bepaald dat de waarde voor de belastingdienst van Mar-a-Lago 18 miljoen is. En toen is vervolgens Eric Trump, de zoon van Donald Trump, is naar de pers gegaan van nou, belachelijk, het is minstens 1 miljard waard. Oké. Trump zelf heeft een tekstbericht aangegeven in Truth Social. Het was 10 keer zoveel waard, dus 1,8 miljard. Vervolgens is Trump naar de rechtse media gegaan en heeft een interview gegeven. En toen heeft hij gezegd, nee, het is 1,5 miljard waard. Daar zit wel een redelijk verschil tussen de waarde die er bij de belasting is. Hij betaalt onroerend goedbelasting, 18 miljoen. En 1,8 miljard. Daar zit wel een verschil tussen. Hoe komt dat? Hoe is die rechter aan 18 miljoen gekomen? Heeft hij dat verzonnen? Hoe is dat gebeurd? Nou, heel simpel. In 2020 heeft Trump bezwaar ingediend tegen de waarde die de Belastingdienst had bepaald. En die Belastingdienst had toen gezegd 26 miljoen. En heeft Trump bezwaar tegen ingediend en die gaf zelf aan, nee, het moet 18 miljoen zijn. Dus Trump zelf bepaalde dat het 18 miljoen waard was. Ondertussen heeft hij leningen afgesloten met als onderpand Mar-a-Lago. En die leningen zijn afgesloten, terwijl Mar-a-Lago daar werd neergezet als zijnde honderden miljoenen, minstens 1 miljard waard. Dus de banken hebben leningen verstrekt aan Trump voor een bezit wat veel minder waard is. Nou is het even het punt, voor de belastingen kan een stukje onroerend goed minder waard zijn. Hoe langer je bezit hebt, hoe minder. Eigenlijk de belasting die blijft dan vrij lager op, omdat die waardestijging beperkt is. Dat is het voordeel in Amerika. Als je iets lang bezit, betaal je minder belasting. Dus de echte waarde van Mar-a-Lago kan 100 miljoen zijn. Misschien 200 miljoen. Maar dat is al heel extreem. Echt heel extreem. Normaal gesproken is die waarde niet zo. Dan praat je over 40, 50, misschien 70 miljoen. En dan moet je het al heel lang in bezit hebben. Dus dat is eventjes het punt. En Mar-a-Lago is al even in bezit van Trump. Dus laten we even gek doen en we zeggen het is 200 miljoen waard. 10 keer zoveel als dat de rechter heeft bepaald. Nou, dat is fantastisch. Hè? Dan heb je er een mooi voordeel van. Maar Trump heeft gezegd het is 1,5 tot 1,8 miljard waard. Ja, daar zit een verschil. Dat verschil hebben we een bepaalde naam voor en dat heet fraude. En het is dus fraude, dat is duidelijk. Trump heeft contracten opgesteld met banken waarbij hij aangeeft, ik bepaal dat het 1,5 miljard waard is, maar er staat dan een disclaimer. Je moet zelf je onderzoek doen, want ik heb maar bepaald op basis van wat ik heb gehoord. En ik ben niet verantwoordelijk voor de echte waarde. Ja, dat is makkelijk. Dat is eigenlijk gewoon, ik heb fraude gepleegd. Ik vertel je dat het zoveel waard is. Maar je mag me niet erop aanklagen dat ik fraude gepleegd heb. Natuurlijk is het wel zo, als een bank daarin meegaat, dat die 1,5 miljard waard is, het is wel stom van die bank om dat te doen. Dat is duidelijk. Maar ja, zo'n estate als Mar-a-Lago, dat is niet zomaar op de markt. Je moet je ergens als bank op kunnen baseren. En dat kan zijn de eigenaar dat die dat stelt. Dat is dan eventjes het punt. En als de eigenaar er gewoon glashard over ligt, zoals Trump dat gewoon doet, want dat doet hij. Kan dat natuurlijk dus wel even een probleem zijn. Nou heeft Trump of de belasting opgelicht, of de banken. Maar hoe dan ook, er is een enorme fraude. En dat is dus nu wat er gaande is. En eigenlijk heeft de aanklager al aangegeven van ja, maar ik denk dat er minstens 250 miljoen boete moet worden opgelegd vanwege het feit dat hij al zijn onroerend goed onder heeft gewaardeerd. Dus hij heeft op basis van heel lage bedragen belasting betaald. Veel te lage bedragen. En dat is in de loop van jaren, en dan praat je over misschien wel 40 jaar, is dat dus fors opgelopen. En nu heeft de aanklager gezegd, ik wil minstens 250 miljoen, maar het kan meer worden. Ja, dat gaat dus nu spelen.
En er zit geen gevangenisstraf aan, maar wel dus een boete. En het feit dat de aanklager heeft ook aangegeven, ik eis dat Donald Trump in New York, want het is een zaak in New York, geen onroerend goed business meer mag voeren. Dus ja, dat zou een enorme impact voor hem hebben, want ja, dan moet hij zijn bedrijf sluiten daar. Dus ja, dit is wel heel belangrijk. Er gaat er niet de gevangenis voor in, maar het is wel heel belangrijk. En het ziet er niet goed uit voor hem, omdat ja, eigenlijk gewoon heel helder is. Alles staat zwart op wit en hij publiceert erover. Hij is er heel open over in wezen. En iedere dag laat hij dat weten. Ja, hij zegt zichzelf eigenlijk schuldig te verklaren, dag in dag uit. En ja, dit zaakje gaat nu lopen. Het punt is, Trump heeft de rechter bedreigd, heeft de aanklager bedreigd, heeft de getuigen al bedreigd en er gebeurt maar niks. Andere zaken met andere, nou dan direct, hè, dan wordt er actie op ondernomen. Hier gebeurt niks. De rechterlijke macht in Amerika is zo bang voor Trump dat ze hem er helemaal mee laten weglopen en dat wegkomen. En dat is eventjes het punt waar we nu naar gaan kijken: van gaat dit wel een eerlijk proces worden? Ieder ander in Amerika was al lang de gevangenis ingegaan voor wat Donald Trump al heeft gedaan richting getuigen, richting de rechter, richting de aanklager. Hij niet. En hij werd al vroeger werd hij al Teflon Don genoemd, omdat niks bleef plakken aan hem. Nu ziet dat er wel anders uit, maar eigenlijk had hij al lang in de gevangenis moeten zitten voor die bedreigingen. En dat is niet gebeurd. Ik vind dat een hele kwalijke zaak. En ja, ze blijven maar roepen, voor de wet is iedereen gelijk. Nee, dat is niet zo. De rijken, en dat gaat dan niet alleen om Donald Trump, de rijken in Amerika hebben een ander soort recht. Die komen ermee weg. En dat is mede omdat als je echt rijk bent, meer dan een miljard hebt, dan zijn jouw dossiers bij de belasting zo omvangrijk dat ze het met rust laten. Dat ze gewoon zeggen, nou, we doen al een schatting en daarmee is het af. En dat is niet goed. Want heb jij gewoon een loon van, zeg even, $100,000 per jaar, dan word je volledig gecontroleerd. Maar heb jij een bezit van meer dan een miljard, ja, dan is het dat. En dat is makkelijk voor de Belastingdienst, maar daar is Donald Trump dus jaren mee weggekomen. En hij zei altijd wel, ja, ik ben in onderzoek. Ja, dat onderzoek stelde dus niks voor, totdat hij president werd. Want ja, dat was zijn, als Donald Trump zijn grootste fout is het feit geweest dat hij president wilde worden en is geworden. Dat had hij niet moeten doen, achteraf gezien, want dat kan hem nu, kan hem dat dus nekken. Want als president, als ex-president, moet je wel gecontroleerd worden. Daar kan je niet mee wegkomen. En daarmee heeft hij zichzelf te kwetsbaar gemaakt. En achteraf gezien was het gewoon niet slim. Maar ja, die man heeft zo'n ego. Die wil zo graag vooraan staan dat hij dit gewoon wilde. Maar het betekent mogelijk wel het einde van zijn bedrijf. We gaan dat zien. Dit is een van de vele rechtszaken tegen Donald Trump. Het is een belangrijke. Hij kan er financieel behoorlijk van in de problemen komen. Maar ja, wat ik al zei, hij kan er niet mee de gevangenis in gaan. Dat heeft met andere zaken, hè, waaronder die verkiezingsfraude en proberen om de zaak te flessen. Daar kan dat wel. Dus dat is even wel belangrijk om te weten van waar hebben we het hier over. Hier hebben we het puur eigenlijk over een boete en mogelijk zijn bedrijf kwijtraken. Het gaat binnenkort beginnen in oktober al. En ja, het kan best maanden duren. En daarmee kan ook best die volgende rechtszaak tegen hem in, ik dacht maart, kan ook nog een keertje een beetje in de knel komen als dit te lang duurt. Ja, hoeveel rechtszaken kan je tegen één iemand voeren als je ook eist dat hij in de rechtbank komt? Aan de andere kant, ja, moet je daar rekening mee houden. Het is niet iedere dag een zitting en er kunnen ook meerdere zaken tegelijk lopen. Maar het probleem wat Donald Trump heeft, is dat hij in feite wel wat advocaten heeft. Maar dat zijn niet de meest briljante advocaten die je kan krijgen, want iedereen weet dat als je advocaat van Trump wordt, dat je ten onder gaat. En hij weet dus nu alleen jonge gasten te trekken, in over het algemeen net van de school af, die hopen dat het bij hun anders gaat. Maar de echt ervaren advocaten, die blijven ver weg bij hem, want als je met Donald Trump in aanraking komt, dan gaat het mis met je. Dat hebben er al zoveel ondervonden. Die man is gewoon is vergif en daar moet je ver van weg blijven. En toch, hè, hij weet iedere keer weer iemand te strikken die vervolgens, ja, helemaal in de problemen komt.
ja, dan gaat hij naar de volgende. En daar blijven mensen intrappen. En het is niet te geloven dat dat zo is, maar dat is wel de realiteit. Hoe slim een advocaat ook in wezen zou moeten zijn. Maar er zijn ook advocaten die zo crimineel zijn, dat ze dat juist zoeken. Van, hebben we eindelijk een vriendje waarmee je kan werken. Dan kan ik, hè, dus dat, het is een hele rare zaak. Maar ja, het is een van de vele zaken tegen Donald Trump. Het zou toch wel gek lopen als hij door al die rechtszaken heen fietst, zoals hij dat in het verleden heeft gedaan. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. En aan de andere kant zijn er ook zat mensen die zeggen van, nou, die komt nooit in de gevangenis. En ja, ook dat lijkt nog altijd mogelijk, dat hij misschien wel wat straffen krijgt, maar geldstraf, daar straf je hem niet echt mee. Want ja, hij heeft genoeg donors om daar geld weg te halen. Er zijn genoeg mensen die hun laatste geld aan hem willen geven. Dus die gevangenisstraf, als hij die krijgt, dat is echt een punt. Dan heb je hem te pakken. En ja, de vraag is of dat echt wel gaat gebeuren, of het Amerikaanse rechtssysteem sterk genoeg is om dat aan te durven. Ik heb daar mijn twijfels over, maar we gaan het zien. Vond je de video interessant? Geef een like. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf in op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!